30 jaar in Brussel rondgelopen, waarvan 5 jaar als afgevaardigde van het Europese parlement. Heb ik met name met milieu en klimaat en biodiversiteit issues bezig gehouden. En ik ben ook oprichter van Basic Income European Network. Dat was in 1986. En in 2004 waren we in Zuid-Afrika en sindsdien heet het Basic Income Earth Network. En op dit moment ben ik voorzitter van de Nederlandse afdeling. En we zijn dus een wereldwijde organisatie en er zijn 35 afdelingen in 35 landen op alle 5 continenten. Oké, dus een heel uitgebreid pakket. Kun je misschien kort iets vertellen over de oprichting van GroenLinks? Wat de uitdagingen daarin waren en waarom toen een tijd GroenLinks als partij nodig was volgens jullie? Nou, we hadden 3-4 oude partijen die waren een beetje vastgelopen. Dat was de Communistische Partij Nederland, die een beetje van het communisme af was. Was de Pacifistische Socialistische Partij, die zei we moeten ontwapenen en ook een linkse vorm van socialisme. Er was de Politieke Partij Radicale, dat was een soort kleine milieupartij. Er was de Evangelische Partij. Er waren onafhankelijke uit de milieubeweging en uit de vakbeweging. En gezamenlijk hebben we gezegd, het is beter als die 3 partijen gewoon samen gaan. Want dan kunnen we een grotere vuist slaan en dan kunnen we ook een beetje wat in de melk te brokkelen krijgen. Nou, dat heeft ongeveer 5 jaar geduurd. Er waren allerlei samenwerkingslijsten op lokaal gebied. Maar landelijk lag het de hele tijd vast. Dus we hebben initiatief genomen met 8 andere mensen van elke partij 3. We hebben een jaartje met elkaar gezeten en af en toe vergaderd. Waar alle mensen met de hoge posities in die partijen. En op besliste momenten hebben we elkaar gesteund. Bram van Ooyek was op een gegeven moment voorzitter van de PPR. En zo is het gekomen. En toen waren er opeens vervroegde verkiezingen in 1989. Toen had ik bedacht, er moet een referendum komen in mijn eigen partij, de PSP. Of er wel of niet een gezamenlijke lijst. Mm-hmm. En die werd ruim gewonnen. En ja, vervroegde verkiezingen was het opeens go or no go. En toen werd het een go. 19 mei 1989. Vorig jaar heb ik dat gevierd. Na 30 jaar zijn we weer bij elkaar geweest met achter was 1 persoon overleden in de tussentijd. En onze baby is schoon geworden, al heeft het wel 30 jaar geduurd. Ja, inderdaad. Hoe kijk je er nu tegenaan, tegen GroenLinks? Is het een beeld van waar je op gehoopt had? Ja, steeds meer. Zeker sinds gisteren dat mijn partij, Jesse Klaver, gezegd heeft dat hij toch wel zijn bedenkingen over basis komen laat varen en er serieus mee bezig gaat. Sindsdien is het weer 110% mijn partij. Ja, dat is inderdaad ook toevallig. Inderdaad. Net gisteren heeft dus GroenLinks een nieuwsbrief uitgestuurd voor alle leden volgens mij. Ik denk dat het een interne nieuwsbrief was. Ja, ja. Waarin Jesse Klaver het over het basisinkomen heeft. Ik heb hem zelf niet gelezen, maar hij had dus bezwaren over het basisinkomen en hij heeft die laten varen. Ja, dat klopt. En wat waren zijn bezwaren tegen het basisinkomen en waarom heeft hij ze laten varen? Waarom? Nou, hij vond het veel geld, hè? 80 tot 100 miljard. Ja, het moet ergens vandaan komen, dat is waar. En hij vond het ook moeilijk om te zeggen, ja, John de Mol krijgt ook een basisinkomen. Ja, die miljardairs hebben natuurlijk geen basisinkomen nodig. En daar heeft hij gelijk in, maar de oplossing is simpel. Je gaat ze gewoon een beetje meer belasten. Dat is het probleem opgelost. Ja. Ja, zijn eigen basisinkomen dubbel en dik terugbetalen. Maar goed, dat was volgens mij zijn bedenkingen, maar ik had een motie ingediend op het digitale congres. Maar ja, eerst op het echte congres. Hoor dat nou taal? Dat de Tweede Kamerfractie, Jesse dus, naar het Centraal Planbureau moet gaan om een bepaalde variant door te rekenen. Nou, die motie was breed ondersteund. Die kreeg positief pre-advies van partijbestuur. Oftewel, die wordt aangenomen. Hij kon eigenlijk niet anders. Dan het te laten doorbrekenen? Of rekenen? Nee, het Centraal Planbureau die kan veel beter rekenen. Wat zijn de effecten? Wat betekent het verschillende inkomensposities? Ja, dat kan je als kleine NGO niet. Ja, ja, precies. En naar het Nibud geweest. Nibud geweest, die kunnen het maximaal 200 posities doorrekenen. Nou, het Centraal Planbureau kan 200.000 inkomensposities doorrekenen. Dat is natuurlijk niet
alles zeggen, maar in politiek Den Haag zijn CPB-berekeningen heel belangrijk. Dus het is belangrijk om een goedkeurend stempel te krijgen. Ja, en is die berekening nou al doorgevoerd? Hebben we daar de resultaten al van of is dat iets wat nog gedaan moet worden? Nou, voor GroenLinks moet die nog worden gedaan. Voor D66 wordt er op dit moment gerekend. En Thierry Baudet heeft ook een variant laten doorrekenen. En die staat inmiddels al op de webpagina van Centraal Planbureau. Oké. Nou, voordat we daar misschien al verder doorgaan, misschien een stapje terugzetten en het hebben over het basisinkomen in het algemeen. Hoe ben je daarmee in verzeild geraakt? Hoe ben ik erin verzeild geraakt? Nou ja, 30 jaar geleden was er al een enorme discussie in Nederland. Toen had je 12% werkloosheid. Die jeugdwerkloosheid was boven de 30%. Dus toen zeiden degenen die werkloos waren van... Geen werk niet, geef ons maar een baanloos inkomen. En de andere kant zei, ja, in de Bijbel staat, je moet werken in het zweet des aanschijns. En dat kan toch echt niet. En dat is onverantwoordelijk om zomaar geld te geven en niks terug te doen. Nou, dat was dus een hele scherpe, principiële discussie. En toen ging ik in 1985 in Brussel werken voor de eerste groene fractie. En toen werd mij gevraagd een rapport te maken over basisinkomen. Dat heb ik gedaan. Zo ben ik hierin verzeild geraakt. En een jaar later uitgenodigd voor een congres in België, Louvain-la-Neuve. En er waren 50 mensen uit heel Europa. 5-6 mensen uit Nederland. En toen zijn we begonnen met Basic Income European Network. Daar ben ik 20 jaar lang penningmeester van geweest. Ja. En als jij het basisinkomen moet beschrijven, voor de mensen die totaal geen idee hebben, hoe zou je dat afzetten tegenover, laat ik zeggen, een uitkering? Of een wel... Als mensen nog nooit van gehoord hebben, zeg ik, het is de AOW voor iedereen. binnen een minuut hebben mensen dan door wat het is, zelfs als ze er nog nooit van gehoord hebben. En het grote verschil met een uitkering is, als je een uitkering hebt en je gaat wat bijverdienen, dan moet je er allemaal weer inleveren. Mm-hmm. En dan ga je financieel niet op vooruit. Nou, het interessante is, net een proef gedaan in Finland. 2 jaar lang kregen langdurig werklozen, langer dan 2 jaar werkloos, kregen een basisinkomen. En wat blijkt, ze gingen meer betaald werk doen. Vergelijking met de grote groep die gewoon in de bijstand bleef zitten. Terwijl het inkomen wat ze kregen precies even hoog was. Sterker nog, bijstandsmoeders die gingen het meeste werken, nog meer dan anderen. Dat was dus heel opmerkelijk. Kun je het uitleggen? Dus mensen gingen meer werken terwijl ze dezelfde inkomen hadden. Ja, het grote verschil is met een basisinkomen, dat mag je houden, hoeveel of hoe weinig werk je ook doet. Dus mochten werken en 50% van hun extra inkomsten hielden ze bovenop dat basisinkomen. Als je met een uitkering gaat werken, moet je flink meer dan het minimumloon gaan verdienen. Wil je er netto iets op vooruit gaan? Sterker nog, die armoedeval is in Nederland veel groter geworden de laatste jaren sinds 2005. Omdat we al die toeslagen hebben gekregen die inkomensafhankelijk zijn. En omdat de PvdA in Rutte 2, dus het vorige kabinet, heeft besloten dat de heffingskortingen, dus de kortingen op de inkomensbelasting, ook allemaal inkomensafhankelijk zijn. Dat heeft tot gevolg dat iedereen de minimum, minima en modaal zit vast. Je kunt wel meer gaan werken, maar je gaat niet meer verdienen. Ja. Als jij 3% cao-loonstijging hebt, zijn we al blij. Dan gaat 2% rechtstreeks naar de regering. De toeslag wordt minder, je heffingskorting wordt minder, je arbeidskorting wordt minder, kinderopvangtoeslag wordt minder, et cetera, et cetera. En die laatste 1% die verdwijnt door de inflatie. In een onvervals rechtsblad als Elsevier heeft in september een mooi nummer geschreven over 10 jaar Rutte. En zij schrijven, en dat zegt ook het CBS, de laatste 10 jaar zijn de laagbetaalden en 0,0 op vooruit gegaan. De hoger betaalden en de top helemaal wel. Voor hen was het een feestje. En dat heeft iedereen gezien en dat trekt vrevel op. Ja, laten we even teruggaan naar wat een basisinkomen is. Dus een AOW voor ouderen. Dus in principe een inkomen waarvan je gegarandeerd bent, ongeacht wat je verdient, ongeacht wat je situatie is. Dat is gewoon een uitkering wat je krijgt zonder voorwaarden.
De enige voorwaarde is dat je moet leven, dat je bestaan, dat je een legale burger van dit land bent. Je hoeft geen Nederlander te zijn, je moet gewoon ingezetene zijn. Dan krijg je elke maand een bedrag gestort, wat genoeg is om bescheiden van te kunnen leven. Het maakt niet uit of je partner veel verdient, of dat je vermogen hebt, of een eigen huis. Maakt allemaal niet uit, iedereen krijgt het. Ja, en even dan heel algemeen, hè? Even heel breed en op een wat hoger abstractieniveau. Waarom zouden mensen recht hebben op gratis geld? Nou, het is niet gratis, want de aarde is van ons allemaal en we werken allemaal en onze voorouders hebben gewerkt. En we hebben een heleboel technologie. Het is een misvatting om te denken dat het inkomen alleen maar komt door betaald werk. Het komt ook door technologie, het komt door kapitaal, doordat we samenwerken, doordat we al voortbouwen op wat onze voorouders hebben gedaan. Als je dat allemaal, dus het is eigenlijk gewoon een recht om er te zijn. En we hebben nu 50 verschillende inkomensregelingen om de inkomens voor mensen op peil te houden. Het enige wat je doet, dat terugbrengen tot 2 of 3 regelingen. 1 voor volwassenen, 1 voor kinderen en wat ons betreft ook 1 voor huishoudens, want op die manier wordt het ook nog betaalbaar. Dus wat je eigenlijk nu zegt is, het basisinkomen is niet een cadeautje, maar het is een recht. Het is een recht, ja. Het is opvallend dat nu bijvoorbeeld de VN, die zijn altijd bezig met de mensenrechten. De Commissie voor Latijns-Amerika heeft gezegd, ja, dat basisinkomen is een goed idee. Eigenlijk een mensenrecht. We hebben ook een brief geschreven als 96 basisinkomenclubs over de hele wereld aan de secretaris-generaal van de VN van, verklaar nu dat het basisinkomen een mensenrecht is. Maar waarom? Waarom is het basisinkomen een mensenrecht? Ik bedoel, ik snap dat iedereen het recht heeft om te leven. Maar waarom heb je ook het recht op gratis inkomen? Nou, we hebben al recht op inkomen. En dat staat ook in de mensenrechten. Dat je recht hebt op een bestaan en op een gezin, et cetera. Het enige verschil is, en dat is wel een belangrijk verschil, dat is het essentiële verschil. Het is onvoorwaardelijk. Je hoeft er niets voor terug te doen. Ja, oké. Dus dan die vraag, waarom mag je iets krijgen zonder daar iets voor terug hoeft te doen? Want wat je aangaf, dat is omdat we allemaal recht hebben om te leven, omdat we voortbouwen op wat onze... Ja? Ja, omdat we allemaal deel zijn van de gemeenschap. Hè? We zijn allemaal onderdeel van de Nederlandse maatschappij, of in breder verband Europese maatschappij. En nog breder verband de wereldmaatschappij. Nou, alle leven we daar, werken we daar, vieren we feesten, hebben we religie of niet, maakt allemaal niet uit. En ja, daar zijn we dus een deeltje van. Mm-hmm. En dat impliceert dat je dan ook een deel van de rijkdom moet hebben, mag hebben. Dan niet het gemiddelde, hè? Het is geen economisch systeem. Maar het is misschien, wat heb je nodig? Ongeveer 1/5 van wat we met z'n allen produceren, dat heb je nodig om de basisinkomen te financieren. En 4/5 dus niet. Ja, en dat is de vraag die je wilde stellen. Nu ben ik hem helemaal kwijt. Dat is vreemd. Ik ben hem helemaal kwijt. Ja, dus je hebt 1/5 nodig van wat we produceren om dat basisinkomen te realiseren. Ah ja, dat wil ik wel stellen. Als het gaat om het recht op een leven, waarom dan een inkomen in plaats van gratis toegang tot huizen, gratis toegang tot boodschappen, al die dingen die zeg maar noodzakelijk zijn om te leven. Zou dat niet juist een veel directere manier zijn dan? Om hetzelfde te bereiken? Nou, voor een deel hebben we dat al natuurlijk. Hè. We hebben in deze wereld 100%, maar toch redelijk gratis onderwijs. En voor 90% wordt nog steeds de zorg betaald door ons gemeenschappelijk. Dat zou allemaal 100% moeten zijn. Het groot voordeel van het basisinkomen is dat mensen zelf kunnen beslissen wat ze met dat geld doen. En wat blijkt nou uit al die 16 experimenten die wereldwijd zijn gehouden? Mensen gaan dat geld heel verschillend inzetten. Sommigen zorgen dat hun kinderen langer naar school gaan. Anderen gaan met z'n allen een viscoöperatie beginnen. Weer anderen gaan 2 keer zoveel landbouw verbouwen. Anderen gaan weer andere dingen doen met hun geld. Dat is het grote voordeel. Geld kun je inzetten voor wat jij zelf het belangrijkste vindt.
waar jij, jouw gezin, op dat moment het grootste behoefte aan heeft. Dat moet niet de overheid bepalen. Het is geen communisme. Nee, dat moeten de mensen zelf bepalen. En die weten het ook het beste. Het is misschien inderdaad ook een goed punt om te benoemen dat er... Dus een van de problemen wat vaak aangedragen wordt, of een van de argumenten wat vaak aangedragen wordt tegen een basisinkomen, is dat mensen het allemaal gaan besteden aan, hoe noemen ze dat in het Engels, temptation goods, dus alcohol, gokken en dat soort dingen. En alcohol, dat kan en drugs, waar zijn, dat kan waar zijn, maar er is geen enkel onderzoek die dat echt uitwijst, volgens mij. Er was een, ik las een literatuurreview van 16 onderzoeken waarvan er 14 dat niet vonden. Dat was niet het resultaat dat ze vonden. En de twee die dat wel vonden, zagen maar een geringe stijging in de aankoop van alcohol, tabak of dergelijke. Dus dat het geld allemaal besteed zou worden aan nutteloze producten, daar is gewoon geen aanwijzing voor. Dus dat mensen het goed gaan gebruiken, of in ieder geval het nuttig gaan gebruiken, dat is denk ik iets wat we wel sterk kunnen aannemen op basis van in ieder geval de onderzoeken die we nu hebben gezien. Nou, het beste onderzoek is naar de Cherokee-Indianen in Amerika. Die hebben een casino toegestaan in hun reservaat. En uit de winstbelasting op dat casino betalen ze al 23 jaar lang basisinkomen aan alle leden van de Indianenstam in het reservaat. Mm-hmm. En wat blijkt, ze blijven net zo goed betaald werk doen. Er is minder alcoholisme. Het IQ van de arme kinderen is vooruit gegaan, omdat ze beter onderwijs hebben gekregen. Ja, er zijn eigenlijk alleen maar positieve resultaten te melden. In ieder geval van dat onderzoek. En ja, dat is natuurlijk wel leuk, want dat loopt al 23 jaar. Hè? Dat is niet zo in Alaska, daar is het alleen een soort vakantiegeld. Hè, van $1,000-$2,000 per jaar per persoon. Mm-hmm. Dus, maar dit is echt gewoon een basisinkomen wat mensen al 23 jaar lang krijgen. Ja. Ja, en dat wordt daar. En wat zijn de effecten die we daar zien over het algemeen van zo'n basisinkomen? Nou, dat er minder stress is, dat de gezondheid beter is, dat ook de mentale gezondheid beter is. Dat blijkt ook uit alle proeven die tot nu toe gehouden zijn. En inderdaad, dat het IQ van die arme kinderen omhoog is gegaan, omdat ze beter onderwijs hebben gekregen, omdat hun ouders domweg meer geld hebben gekregen door dat basisinkomen. Ja, interessant. Wat zijn een beetje de psychologische redenen waarom zo'n basisinkomen dat effect heeft? Als jij arm bent, dan ben je alleen maar bezig met overleven. Hoe ga ik mijn huur betalen? Hoe ga ik die rekening betalen? Dat levert een heleboel stress op. Of je hebt de schulden en de deurwaarder staat voor de deur. Dan kan je niet meer normaal denken. Ben je alleen nog maar daarmee bezig. Dat levert een negatieve spiraal op. Met het basisinkomen is dat omgekeerd. Dan krijgen mensen die zekerheid, omdat ze weten dat elke maand of elke week dat geld komt. Daar kunnen ze van op aan. Het aardige. Ja, we zijn er weer. Kun je mij horen? Zien? Ja, ik hoor je. Ja, top. Ik verloor je bij het aardige daarvan is. Het aardige ervan is, als je een basisinkomen hebt, die stress weggaat. De stress van ik kan de eindjes niet aan elkaar knopen, et cetera. Dan krijg je die zekerheid. Dat geeft dus een betere gezondheid. Mm-hmm. Dat bleek uit een van de proeven in Canada. Er was gewoon 8,5% minder gebruik gemaakt van gezondheidszorg. De mentale gezondheid verbetert duidelijk. En het bleek in Finland, de laatste proef die gehouden is, dat mensen meer vertrouwen kregen in de overheid. Niet alleen in zichzelf, maar ook in de overheid en in medemensen. Dat is ook een belangrijk aspect. Ja, en denk je dat, want hoe lang hebben deze onderzoeken stand gehouden? Hoe lang zijn ze bezig geweest? Nou, die proef met gezondheidszorg in Canada, die duurde 5 jaar. Deze proef in Finland heeft 2 jaar geduurd. En hoe groot waren de groepen ongeveer?
Ja, nou, daar ging het eigenlijk om een heel dorp. Maar ook vergelijkende dorpen, dus het kon goed vergeleken worden. En in Finland ging het om 2000 werklozen. Mm-hmm. Willekeurig uitgekozen werden en die gedwongen waren mee te doen. Het zou in Nederland niet kunnen, maar ze moesten meedoen. Hoe werd dat dan? Ze moeten meedoen? En verplichte onvoorwaardelijke basisinkomen kregen ze. Ja, ja, precies. En het werd gedaan door een regering van de signatuur Rutte 1. CDA, VVD en Wilders Partij. Die waren aan de macht in Finland en die hebben deze proef gedaan. En dus in Finland, ik heb ook een aantal artikelen gezien, maar die waren in het Fins, die eigenlijk aangaven dat het onderzoek mislukt is. Dat het niet goed uitgekomen is. Dus er lijkt blijkbaar ook een soort van verschil in interpretatie te liggen. Kun je dat misschien iets meer uitleggen? Waar die verschillende interpretatie vandaan komt? De regering was maar in één ding geïnteresseerd, namelijk levert het meer betaald werk op. Alle zachte kanten, gezondheidszorg, stress, waren ze niet in geïnteresseerd. Na één jaar bleek er eigenlijk geen noemenswaardig verschil zat in deelname aan arbeidsproductie, arbeidsproces. Maar onlangs, dat is nog maar 3 weken geleden, zijn eindelijk de eindresultaten bekend geworden. En het bleek dat met name in het tweede jaar eigenlijk elke maand opnieuw de deelname aan het arbeidsproces beter werd van degene die dat basisinkomen kregen. En ik kan me dat ook voorstellen. Als je langdurig werkloos bent, je wordt achter je vorm gezeten, op een gegeven moment krijg je het basisinkomen, is er geen verplichting meer, dan ga je eerst even terugleunen. Mm-hmm. Dan op een gegeven moment realiseer je, ja oké, okay, over 2 jaar is die proef afgelopen, ging toen moet ik toch wel iets gaan doen. Want ik kan de helft houden als ik een baantje vind. Dat gebeurde er. Dat gebeurde dus ook met name met bijstandsvrouwen, bijstandsmoeders. Ja. Dat was heel opmerkelijk. Mensen, gezinnen met kinderen gingen meer werken dan alleenstaan. Ja, maar wacht even, hè? Want je zegt dat waarschijnlijk in het tweede jaar mensen dachten, hey, wacht eens even, deze proef is over een jaar afgelopen, dus ik moet nu even aan de slag. Denk je dat dat hetzelfde effect was bereikt als ze niet het idee hadden dat het over een jaar afgelopen zou zijn, als het gewoon doorlopend zou zijn? Of zou dan de situatie anders zijn? Nou ja, als je die grafiek ziet, zie je gewoon dat elke maand veel groter werd. Elke maand gingen er meer mensen van het basisinkomen betaald werk doen. In vergelijking met de grote groep die gewoon in de bijstand zat. Hmm. Ik denk dat het gewoon doorgelopen zou zijn, dat het verschil alleen maar nog groter zou zijn geworden. Ja. En mind you, je kan zelf beslissen, hè, of je dan 1 dag in de week gaat werken of 5. Dat maakt niet uit, dat beslis je zelf. Want je houdt altijd iets over. Dat is het grote verschil met het huidige systeem. Je kan wel meer gaan werken, maar financieel heeft dat geen zin. Ja, werken wordt dan beloond in plaats van afgestraft. Ja, dat is precies wat de VVD roept. Werken moet lonen, ja. Maar nu loont werken in Nederland alleen voor degenen die een bovenmodaal inkomen hebben. Ja. Dat zijn meestal de VVD kiezen. Ja, het is heel gek dat je in Nederland een loonsverhoging kan krijgen en er achterop op achteruit kan gaan. Ja, nou, dat is nu veranderd. Dat werd 5 jaar geleden al door een SP-Kamerlid aangekaart. Rutte 2, toen heeft Rutte beloofd, ja, dat gaan we veranderen. Nou, dat heeft dus 5 jaar geduurd, maar het is nu veranderd. Eind van de huurtoeslag is nu geleidend geworden en niet meer abrupt. Daardoor had je dat effect dat die dan net aan het eind van de huursubsidieschaal zaten, opeens hun inkomen achteruit gingen als ze net iets meer gingen verdienen. Ja. En dus wat uit onderzoek blijkt is dat mensen basisinkomen niet gaan gebruiken om allemaal slechte producten te kopen. Ze gaan er juist meer door werken. Of in ieder geval mensen die weinig werken gaan er... Of die niet werken, gaan er door werken, worden gemotiveerd om te gaan werken. Het aantal minder gewerkte uren, had ik ook gelezen ergens, zijn maar een aantal percentages. Dus bij 2 verdieners gaat vaak de tweede verdiener wel iets minder werken en de hoofdverdiener waarschijnlijk niet. Maar dat verschil in productie is in ieder geval heel laag. Bijna niet substantieel.
Dus dat zijn geen argumenten die eigenlijk stand houden dankzij de experimenten die gehouden worden. Hoe zit het met kosten? Je noemde namelijk een bedrag van 100 miljard. Ik las ergens 160 miljard door CPB ook doorgerekend. Ja, het hangt er vanaf of je de AOW in stand laat of niet. Dat gaat alleen al om 40 miljard de AOW. Er zijn natuurlijk wel argumenten om te zeggen, op de korte termijn kun je de AOW beter in stand laten. Want dat is eigenlijk een soort basisinkomen. Ja. Ouderen kunnen bijverdienen bovenop de AOW. Mm-hmm. Dus dat doen ze ook gedeeltelijk. De kosten, nou ja. Zij hebben een werkgroep gehad. Ze zijn 3-4 jaar bezig geweest. Gemakkelijk om alle cijfers te hebben. Als je naar CBS gaat, moet je ervoor betalen voor de gegevens bijvoorbeeld. Oké, we zijn er nu achter dat het eigenlijk... Nou, zeg het is voor 95% een verschuiving van wat we nu al hebben. Ik zei al dat we 50 inkomensondersteunende maatregelen hebben. Nou, als je die allemaal samen neemt, heb je al een hele hoop geld. 80 miljard, toch? Ja, nee, dat is, ja. Wat je ook niet moet vergeten is dat iedereen belasting betaalt, inkomstenbelasting betaalt, heeft allemaal tegemoetkomingen. Je hebt de arbeidskosten, heffingskortingen, arbeidskosten aftrek, zelfstandige aftrek. Nou, dat is bij elkaar al 58 miljard. Dan heb je al die toeslagen waarvan de hele... Vlagen en de ellende en de affaires op de televisie zijn geweest. Nou, dat is 12 miljard. Dan gaan de werkgevers er ook op vooruit, want die hoeven veel minder WW-premie te betalen en veel minder ziekenfondspremies te betalen, ziektewetpremies. Dus het is logisch om dat geld terug te halen bij de werkgevers. Basisinkomen is in principe niet een cadeautje voor de werkgevers. Het moet neutraal blijven voor de werkgevers. Nou, dan bespaar je wat er nog over is van de studiefinanciering. Je bespaart de bijstand. Je bespaart een groot deel van de WW. De WW-uitkering is 1400 euro. Ons systeem wordt basisinkomen ongeveer 1200 euro. Nou, dan heb je nog 200 euro rest WW over, gemiddeld. WHO, idem dito, dat is gemiddeld 1600. Nou, dan heb je nog 400 rest WHO over. Nou, dat is bij elkaar al 20 miljard. Als je dat allemaal gaat optellen, ja, dan is basisinkomen ietsje duurder, maar niet veel. Dat kost dan ongeveer nog 10 miljard. 10 miljard op een bruto nationaal product van 800 miljard. Nou, dan laten we dat vrij aan de politieke partijen hoe ze dat willen opbrengen. De VVD zal zeggen, we hebben 300 miljard rijksoverheiduitgaven en uitgaven van de gemeentes en de provincies. Daar kunnen we wel een klein beetje van afhalen. D66 zal zeggen, we doen de BTW wat omhoog. GroenLinks zal zeggen, we willen een CO2-heffing. De SP zal zeggen, we gaan de vermogens aanpakken. Ja, als de politieke wil daar is, dan kun je die 10 miljard makkelijk vinden. Ja, een bedrag van 10 miljard is nog wat te overzien inderdaad. Maar wat je dus eigenlijk zegt, als je alles weghaalt wat we nu hebben, als we dat hele ambtenarenapparaat voor tegoedkomingen, regelingen op dit moment en dergelijke, als we dat allemaal vervangen door één simpele basisinkomen deal, dan komen we in principe nog maar 10 miljard tekort. Ja, moet je natuurlijk niet rijk rekenen met hoeveel ambtenaren het bespaart, want je zal wel wat ambtenaren overhouden. Maar we geven nu bijvoorbeeld 4 miljard uit bijstandsgerechtigden aan werk te helpen. Het werkt totaal niet. Hè? Het CPB heeft onderzoek gedaan, is dat nou effectief? Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa, al die arbeidsactiverende maatregelen, dat blijkt gewoon helemaal niet te werken of onbewezen te zijn. Nou, dat is alleen al 4 miljard. We geven bijna evenveel geld uit om die bijstandsgerechtigden aan betaald werk te helpen, als dat we ze rechtstreeks aan hun geven. Dus ongeveer 50-50. Nou, ik hoorde in Canada, daar was het nog erger. Er werd 2/3 betaald aan de ambtenaren bijstandsgerechtigden die te hulp kwamen. En 1/3 bleef er nog over voor de bijstandsgerechtigden. Dat is dus een volkomen stomzinnig systeem. Daar moeten we echt van af. Ja, dus dat is inderdaad heel vreemd. Dat je meer kwijt bent aan het organiseren van de hulp dan de hulp zelf. Ja, en dat komt. Het is logisch gevolg dat je aan het targeten bent. Die groep krijgt het, je moet controleren. Hebben ze inkomens? Dat is ook wel heel erg slechter geworden de laatste tijd. Je moet 16 pagina's invullen. Als je überhaupt toegang wil krijgen tot de bijstand. En ze willen alles van je weten. Als je er eenmaal in zit, moet je nog
nog steeds alles voor je hele financiële gegevens binnenste buiten leggen voor de ambtenaren. Nou, dat kost natuurlijk allemaal arbeidskracht voor ambtenaren, moet het allemaal gaan controleren. Dat is dus volstrekt doorgeschoten en niet effectief. Ja. Als je het basisinkomen zou willen invoeren in Nederland, hoe zou je dat... Nee, weet je, even een andere vraag voordat we hierop gaan. Maar dan gaan we het echt kijken. Gaan we kijken naar hoe zou je het praktisch moeten inrichten. Maar ik ben nog wel benieuwd naar een andere kwestie. Want heel veel hoe zou het gaan met organiseren van de zorg? Zou dat ook wegvallen en op eigen kosten gaan? Dus heb je dan weer ook geen verplichte zorgverzekering? Nee, de zorg kan gewoon blijven zoals het is. Er zijn natuurlijk bepaalde problemen met de huidige zorg. Er zijn ook voorstellen van laten we zorg weer helemaal gratis maken in plaats van al die eigen bijdragen en eigen risico en weet ik wat allemaal. Dat kan je doen, dat kost ongeveer 3% belastingverhoging, dat kan. Als iedereen 40% inkomstenbelasting gaat betalen in plaats van 37%, dan kunnen we de zorg weer helemaal gratis maken. Maar dat heeft verder niks met basis. Ja, dat is een ander verhaal. Oké. Wat ik me ook kan voorstellen is dat zulke regelingen zoals nu... de overheid helpen, en laat ik hem gewoon positief erin gooien... de overheid helpen om een oogje in het zeil te houden bij bepaalde risicomensen. Bijvoorbeeld mensen die onderliggend lijden hebben... en daardoor bijvoorbeeld niet aan een baan kunnen komen. Die eigenlijk misschien een depressie hebben... en daardoor en doordat ze... doordat ze... zich moeten melden en dergelijke, dat zichtbaar wordt. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen, als zij in zo'n staat zitten, dus eigenlijk depressief zijn en eigenlijk hulpbehoevend zijn, doordat ze een basisinkomen krijgen en eigenlijk zich geen zorgen hoeven te maken over inkomen en dergelijke, helemaal wegvallen. Dus zichzelf misschien nog meer terugtrekken uit de samenleving. En dat is natuurlijk geen argument voor of tegen basisinkomen. Dat kan een valkuil zijn voor specifieke groepen. De vraag die ik hiermee wil openen is, zijn er wellicht problematische aspecten aan het basisinkomen waar we nog niet aan gedacht hebben? Kunnen er situaties ontstaan die onvoorzien zijn en waar je ook bij het invoeren van het basisinkomen rekening mee moet houden? Tot nu toe blijkt uit de proeven dat de mensen ondernemender worden als ze een basisinkomen hebben. Zowel in de klassieke zin van ondernemer worden als van de zin van dat ze dingen gaan doen en dat ze sociaal bezig zijn. Waar je bang voor bent, dat gebeurt eigenlijk niet. Het is nu precies omgekeerd. Je hebt nu 3 generaties op rij. Bijstand zit in Klarendal, in Arnhem, in de Schilderswijk in Den Haag. Voor die mensen is er totaal geen perspectief. Het enige perspectief wat zij hebben, zwart werk of drugscriminaliteit. Andere perspectief om eruit te komen is er niet. Dat is waar we ze mee hebben opgescheept. En dat komt door die armoedeval. Ze komen er gewoon niet uit omdat ze te weinig verdiencapaciteit hebben. Dan wel een vraag over die mensen in de Schilderswijk en dergelijke. Als ik al in de drugscriminaliteit zit, of als ik al in het zwart werken zit, waarom zou een basisinkomen mij motiveren om dan wel wit te gaan werken? Want zwart werk hoef ik geen belasting over te betalen. Ja, maar het is een negatieve keuze. Ik kies je niet positief voor de drugscriminaliteit. Niet positief voor dat zwarte werk. Dat is de enige manier om eruit te komen nu. Dat moeten we goed begrijpen. Als je een basisinkomen hebt, dan kunnen ze minimaal 50% houden van wat ze wit gaan werken. En dat zullen ze ook gaan doen. Ja, maar als ik drugs verkoop, kan ik 100% houden. Ja, maar ze krijgen dan die keuze en een deel van hen zal dat gaan doen. Die zal voor die witte keuze kiezen en niet doorgaan in die zwarte keuze. Ja. Ja, ik denk dat dat ook klopt hoor. Ik denk dat heel veel mensen in zulke situaties zitten niet omdat ze het willen, maar omdat dat het makkelijkste is en misschien zelfs ook het minst gezeik. Omdat ze niet zo hoeven te maken met alles eromheen. En als je een betere en positievere uitweg geeft, dat veel mensen daarvoor zullen kiezen. De meeste mensen deugen, het klopt wel. Nou, dat de meeste mensen deugen is... ik heb zo'n boek niet gelezen, dus ik kan er niet al te veel over zeggen.
Het enige wat ik wil zeggen is dat... ook al deugen de meeste mensen... de meeste misdaden worden gepleegd door maar een klein aantal mensen. De zwaarste misdaden worden maar gepleegd door een klein aantal mensen. Dus ook al heb je uit een groep van 95 mensen... van 100 mensen die, waarvan 95 deugen... als die 5 echt verschrikkelijke mensen zijn... dan wil je nog steeds niet in die groep zitten. Want dan gaan ze alsnog die groep terroriseren. Maar goed. Nou ga ik je iets vertellen wat je niet zult geloven, maar dat is wel waar. Ja. Een proef gedaan in India. 8 dorpen kregen basisinkomen en 12 kregen het niet. Dat was geld van UNICEF. En wat bleek, misdaad, de kleine criminaliteit nam met tientallen procenten af. Want de meeste criminaliteit gebeurt door mensen uit de eigen gemeenschap. Mm-hmm. Zeker daar in India. In Namibië hebben ze ook een proef gedaan. Precies hetzelfde resultaat. Misdaadcijfers gingen met 50-60% omlaag. Omweg omdat die mensen dat inkomen kregen. En hoe lang zijn die experimenten gedaan? En werden die effecten ook sterker naarmate de tijd vorderde? Dat was in India ongeveer 2 jaar het experiment. Namibië geloof ik. 1,5 jaar. Ik weet niet of ze sterker werden in de tijd. Dat weet ik. Ja, oké. Okay, interessant. En het is natuurlijk zo. De misdaad. Ik kan dat niet zeggen. Ja, dat is in Nederland ook zo. Nee, dat geloof ik niet. Maar... ik claim ook niet dat de criminaliteit omlaag gaat in Nederland, dus er een basisinkomen komt. Maar voor die derde wereldlanden, ontwikkelingslanden, was er wel een duidelijk positief effect. Ja, ik denk dat inderdaad wat je benoemt ook belangrijk is, dat het effect van die basisinkomen ook sterk afhankelijk is van de lokale omstandigheden, lokale cultuur en dergelijke. De ene samenleving zal er anders op reageren dan de andere. Behalve voor een aantal dingen die we steeds blijven terugzien. Namelijk dat mensen minder stress hebben. Minder noodzaak tot criminaliteit hebben. En ondernemender worden. Want dat zijn volgens mij 3 effecten die best wel vaak terugkomen, toch? Ja. En wat ook bleek, dat hebben we niet goed uitgediscussieerd, is... ja, mensen in de bijstand gaan dan misschien meer betaald werken. Maar als je nou een goede baan hebt, ga je misschien minder werk hebben. Wat ook genoemd wordt de partners... van mensen die redelijk veel verdienen. Dan zeg ik, ja, misschien is dat wel zo. Het gaat misschien om 3% of 5%. Of misschien 10% van die groep. Maar als zij dat betaalde werk opgeven... dan was dat blijkbaar niet interessant genoeg. Dan werd het of niet goed betaald... of het werk was niet interessant genoeg. Ja. En dat betekent dat de werkgevers... of nou, dierenwerkgevers zijn of de overheid... moeten ervoor zorgen dat dat soort werk beter betaald wordt. Veel mensen in de zorg, meestal vrouwen, worden slecht betaald. Er is ook een enorme uitloop en verloop bij de zorg. En ze stijgen maar niet de lonen in de zorg. Dus ik zou het omgekeerd, ik had een gesprek over met Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken, een jaar geleden, zei ja oké, okay, misschien is basisinkomen wel financieel te betalen, maar ik ben bang dat de partners gaan stoppen met betaald werk. Dus ik, ja, dat is juist goed. Dan moeten ze beter betaald worden. Wat is er gebeurd de afgelopen 40 jaar? Aandeel wat naar de factor kapitaal gaat, is gegroeid van 9% naar 28%. En de factor die naar de deel wat naar de factor arbeid gaat, is gekrompen van 91% naar 72%. De vakbeweging is domweg niet meer in staat om een beter loon te realiseren. Ze zijn te zwak geworden. Wat bedoel je met geld dat naar kapitaal gaat en geld dat naar arbeid? Arbeid, dat snap ik, dat is waarschijnlijk lonen. Maar wat bedoel je precies met kapitaal? Nou, dat is ondernemerswinsten, dat is aandeelhouderswinsten, dat is het verhuren van je woning. Dat soort dingen. Okay. Dat is kapitaal. Ja, ja. En dat is ook een effect van het huidige beleid geweest? Nou, dat is het effect van dat de vakbeweging zwakker is geworden. Dus je ziet in die landen waar de vakbeweging nog sterk is, zoals in Zweden en Denemarken, daar valt het effect mee. Maar in Nederland, in Amerika, in Engeland zie je dat gewoon wat dan heet de arbeidsinkomensquote, wat gaat naar deel van de arbeid, overal dramatisch gedaald is. En dat is ook logisch, want... 20 jaar geleden was 1 op de 3 werknemers georganiseerd in een vakbeweging. En nu nog maar 1 op de 6. Mm. En eigenlijk kan de vakbeweging, behalve in de
overheidssector geen vuist meer maken. Oké. En dat is een van de redenen waarom zowel CNV als FNV intern nu over dat basisinkomen discussiëren. Ook omdat zij zien, er komen steeds meer werkende armen. Mensen die werken, ze moeten met z'n tweeën werken of ze hebben twee of drie banen. En nog verdienen ze nauwelijks meer dan het minimumloon. Ja, dat is toch, dat is toch erg dat het gebeurt. En ik snap ook niet hoe dat kan. Hoe kun je nou twee fulltime banen hebben en nog steeds onder het minimumloon blijven? Onder het sociaal minimum blijven, terwijl we gewoon een minimumloon hebben in Nederland. Ja, we hebben alleen een minimumloon als je een volledige werkweek hebt. Als je een deeltijdbaantje hebt, dan geldt dat minimumloon soms niet. Ah. Er zijn allerlei redenen waarom dat niet toegepast wordt. Dus er moet een minimum uurloon komen om dat tegen te gaan. En nu, we hebben nu een minimumloon, maar we hebben geen minimum uurloon. Ja, dat klopt. Even dan verder gaat op hoe je dit zou toepassen in Nederland. Ik ga ervan uit dat jullie daar al duidelijk ideeën voor hebben. En het voor de politiek zo makkelijk willen maken om het kant en klaar toe te passen. Een soort van IKEA basisinkomen setje. Hoe zou je dat in Nederland gaan toepassen? En dan, ten eerste ben ik benieuwd naar de praktische overwegingen. Hoe ga je het toepassen? Maar ook... Ook om mensen mee te krijgen, want ik denk niet dat iedereen het ermee eens zal zijn dat iedereen iets krijgt. Nou, we hebben opiniepeilers gevraagd, wat vindt Nederland? Bij de vorige verkiezingen zei 45% het is geen goed idee. En 40% zei het is wel een goed idee en 15% wist het niet. Nou, toen hebben we gepleit bij de politieke partijen. Zet nou experimenteren en onderzoek naar de basisinkomen in jullie programma. Door de Partij van de Dieren, door de GroenLinks, door D66, door de PvdA. Bij de laatste onderhandelingen heeft GroenLinks dat ook ingebracht. GroenLinks heeft gezegd, er moet een serieus experiment komen à la Canada of Finland. Toen was het compromis, en dat hebben Duma en Rutte goedgekeurd. Alle gemeenten zijn vrij om te experimenteren met basisinkomen. Volgens is GroenLinks niet mee gaan doen. Die maat was niet goed, beleid was niet goed genoeg, de inkomensongelijkheid werd niet genoeg teruggebracht. En er was een heel principieel meningsverschil of je mensen binnen of buiten de Europese grenzen moet opvangen als ze vluchteling zijn. GroenLinks is niet meegedaan en die zin is verdwenen. Mm-hmm. Nu is het zo dat een kleine meerderheid van de bevolking zegt, ja, het is wel een goed idee. 36% voor, 32% tegen en 32% zit er tussenin of weet het niet. En je ziet bijvoorbeeld dat bij partijen als Forum voor Democratie een meerderheid van hun kiezers voor is. Dat bij een partij als de PVV het half om half ligt. Dat de weerstand bij de VVD-kiezers is gedaald van 71% tot iets meer dan 40%. Alleen de SGP-kiezers zijn nog in absolute meerderheid tegen dat basisinkomen. Er is dus nu veel meer draagvlak voor. Nou, wij proberen dat natuurlijk in die programma's te krijgen. Partij van de Dieren heeft Peterschap beloofd, die gaat er weer mee aan de slag. Jesse Klaver is gisteren omgegaan, dat komt er wel in. D66 heeft congres november vorig jaar besloten tegen de zin van de partijleiding. Jullie moeten met het basisinkomen aan de slag. En dat was 80% meerderheid en dat doen ze ook. D66 is nu ook aan het rekenen, het Centraal Planbureau. De VVD noemt het geen basisinkomen, maar zijn bezig met een uitkeerbare heffingskorting. Dat is gewoon een rechtse variant van het basisinkomen. Dat is eigenlijk gewoon een negatieve inkomstenbelasting. En als je dan te weinig inkomen hebt, krijg je het uitbetaald. Ja, ze noemen het geen basisinkomen, want ze hebben jarenlang verteld dat het niet kan en gratis geld niet bestaat. Het leukste is, tot een paar jaar geleden mocht ik discussiëren met VVD-kamerleden. En dan zeiden ze, gratis geld bestaat niet. En ja, en al die huizenbezitters dan, die krijgen toch hypotheekrenteaftrek. Is dat geen gratis geld? Nee, dat is wat anders. Het publiek was natuurlijk wel op mijn hand. Dus na afloop was 3/4 voor, terwijl het begonnen was maar de half voor het basisinkomen. Sindsdien willen de VVD-kamerleden niet meer discussiëren. Dus GroenLinks, Volendam, Edam en de VVD. Volendam, Edam houden samen een avond houden over het basisinkomen. En de VVD landelijk zei, nou, dat is goed jongens, maar wij leveren niemand, zoek het maar uit. Ze durven niet meer te discussiëren, maar intern hebben ze wel discussie.
En professor Roelof Salomonsen, hoogleraar economie in Groningen, heeft een essay geschreven, Belastinghervorming voor de VVD. En daarin prijst hij het basisinkomen aan. Dus binnen de Partijen van Nederland en binnen de opinies van de Nederlandse bevolking wordt basisinkomen steeds meer een besproken onderwerp en ook een steeds positiever besproken onderwerp. Ik moet wel zeggen, bij de PvdA en de CDA blijft het moeilijk. Dat zijn de partijen die de laatste tientallen jaren dit systeem hebben opgebouwd, kunnen maar geen afscheid van nemen. Hun oplossing is een basisbaan, geen basisinkomen. Maar de PvdA zou hiervoor wel te porren moeten zijn, toch? Als de Partij voor de Arbeider, de laagste inkomens, de arbeiders gaan erop vooruit. Ja, maar ze willen het niet. En hun kiezers zijn ervoor. Absoluut de meerderheid van de PvdA kiezers is voor, maar de leiding wil niet. En redenen? Het idee dat je alleen via betaald werk je kunt verwezenlijken. En ze denken dat het financieel niet kan. Nou, dat is nu bewezen. Zelfs door het Centraal Planbureau die zeggen, ja, financieel kan het best. Gewoon ideologie, ze willen er niet aan. Je moet betaald werken en het hele systeem moet afhankelijk zijn van het betaald werk dat je doet. Ja. Ze willen gewoon terug naar vroeger. Ja, we hebben natuurlijk een samenleving die gebouwd is op werk voor inkomen. En het is ook lastig, zeker voor veel mensen, om voor te stellen dat je leven zin kan hebben zonder werk. Of zonder dat je moet werken. Ja, het aardige is, de mensen gaan wel werken. Ze blijven niet stilzitten, dat zie je nu met corona. En ze zijn gedwongen om thuis te zitten, worden gek. Ze willen naar buiten, ze willen dingen doen. Ja. Ze kunnen niet op die bank blijven zitten. Ja, hou je twee weken vol en dan ben je helemaal gek van. Ja, ik denk dat dat ook een, een denkfout is. Om te denken dat omdat nu mensen verplicht moeten werken, dat wanneer ze niet meer verplicht zijn om te werken, dat ze dan ook niet meer zullen werken. Maar het zit in het aard van het beestje om bezig te willen zijn, om iets te maken, om ergens mee aan de slag te gaan. Dus of het nou, of je nou, weet ik veel, 100 miljoen euro hebt of 10 euro. Mensen willen iets doen. Mensen willen ergens mee aan de gang gaan. En natuurlijk zijn er wel bepaalde mensen die misschien doordat ze een gratis inkomen hebben minder zullen werken. Maar het grof van de mensen denk ik dat dat gewoon zal blijven doen. Omdat ja, je wilt gewoon iets doen in je leven. Je wilt gewoon ergens mee aan de slag gaan. Ja, het aardige van het basisinkomen is dus zo te leiden dat sommige mensen minder gaan werken. Maar een heleboel mensen, die 2 miljoen mensen die een of andere vorm van uitkering hebben, die zullen wel kleine baantjes of grotere baantjes vinden. Totaal gaan er dan meer mensen werken, maar wel minder uren gemiddeld. En hoeveel procent minder uren? Ze gaan minder werken, maar het totaal wordt wel meer, maar het gemiddelde... Er gaan meer mensen werken, maar minder uren. Ja. Als je nu 5 dagen werkt en je krijgt een basisinkomen, dan zeg je, nou, ik ga nu 4 dagen werken en ik ga 1 dag in de week voor mijn zieke moeder zorgen, zolang ze er nog is, want dat kan ik me dan financieel makkelijk veroorloven en nu doe je dat niet. Ja. Want je verliest dan weer pensioenrechten en weet ik wat allemaal, en je verliest 1/5 van je inkomen, denk je, dat is niet zo. Dus ik heb een bestuurslid in de vereniging basisinkomen, ja, die... teruggegaan in werk, geestelijke gezondheidszorg werkt, zodat ze meer tijd heeft voor basisinkomen. En ze kwam te dachten, ja, maar ik heb net al eigenlijk evenveel. En de organisatie, ja, dat komt door al die toeslagen. Hè? Ja. Als je minder gaat werken, krijg je meer toeslagen. Het werkt ook de andere kant op. De organisatie blijft me aan het trekken van, we willen graag dat je fulltime gaat werken. Zeg, nee, ik vind 20 uur vind ik prima zo. Ik zit wel goed zo. Ja, dus terug naar de draagvlak, die wordt steeds groter. Hoe ga je zo'n systeem uitrollen? Ja, de partijen moeten het in hun programma schrijven, want de partijen die maken straks de regering, dat is duidelijk. En ja, die zullen dan een compromis moeten sluiten. En een heel mooi compromis zou zijn om te zeggen, nou, die 58 miljard van
heffingskorting, arbeidskorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting, ouderenkorting, zelfstandige aftrek, die schaffen we af. Kost van de toeslagen schaffen we ook af. Alleen de huursubsidie, de huurtoeslag laten we er staan. Dat geld poelen we allemaal samen. Daarvan geven we alle volwassenen tussen 18 en de AOW-leeftijd 600 euro. Kost precies evenveel als nu. Verandert verder niks. Onvoorwaardelijk. Met z'n tweeën heb je dan 1200 euro. En dan gaan we zien wat de effecten zijn op de arbeidsmarkt. Die gaat niet meteen op tilt. Want van 600 euro kan je niet leven. Maar ja, het wordt iets makkelijker om bij te gaan verdienen. Je zal wel effecten zien op de arbeidsmarkt. Dat zou een mooi compromis zijn. En wat er gebeurt is dus dat ook de mensen die nu een uitkering krijgen van 1400 euro gaan naar 600 euro. Ja, als je nu 1400 euro uitkering hebt, dan hou je nog, wat is het, 800 euro uitkering over. En 600 euro onvoorwaardelijk basisinkomen. Oh, oké, maar waarom krijgen die mensen dan die uitkering nog? Omdat je van 600 euro niet kan leven. Het is niet de bedoeling dat degene die nu een uitkering hebben erop achteruit gaan. Maar betekent dat dan dat iedereen zonder werk die extra uitkering nog krijgt? Dus dat je dat ook dat nog wel houdt? Als je nu een WHO-uitkering hebt van 1600 euro, gemiddelde, dan zou je in die situatie 600 euro basisinkomen krijgen en 1000 euro rest WHO. Wat je dan ook moet veranderen is het bijverdienpercentage. Als je nu als WHO'er wil gaan verdienen, dan moet je 70% inleveren van je extra loon. Plus je toeslagen gaan omlaag. Het heeft geen zin voor de huidige WHO'er om te gaan werken. In die situatie moet je zeggen, die toeslagen zijn weg op de huurtoeslag na. En als jij 50%, als je gaat werken, mag je 50% houden. Ja, maar als ik het goed begrijp, hou je dus in het systeem die jullie voorstellen een basisinkomen en een uitkering voor mensen die geen werk hebben. Omdat je begint met een laag basisinkomen, een gedeeltelijk basisinkomen. Je kunt het ook anders doen. België heeft de Franstalige Groene Partij gezegd, laten we beginnen met alle jongeren tussen 18 en 25, die krijgen een basisinkomen. En de rest krijgt het nog niet en we gaan kijken hoe dat uitwerkt. Dat kan ook. Dat zijn de twee modellen. Of je begint met iedereen, dan begin je met een gedeeltelijk basisinkomen. Of je begint met een bepaalde groep. Ja, anderen zeggen we moeten beginnen bij 50 plus, want die zijn kansloos op de arbeidsmarkt. Dat mag elke politieke partij zelf weten wat de beste strategie is. Maar er zijn verschillende manieren om het te doen. Het hoeft ook niet in één klap. Het huidige systeem is ook niet in één klap opgebouwd. Maar het gaat er wel om dat je die inkomensafhankelijke toeslagen eruit haalt. En dat je begint met het opbouwen van een nieuw systeem. Ja. En hoe snel zal Nederland van een uitkering of een welvaartsstaat naar een basisinkomensstaat kunnen gaan? Hoe lang zou dat moeten duren? Hoe lang moet het duren? Nou ja, kijk, als de politiek eenmaal wil, denk je dat het in een jaar of 10 gebeurd is. Net als met de hypotheekrente aftrek. Het was een taboe, het kon niet, het was vreselijk. Nou, toen helemaal begon, toen was het heel mondjesmatig. En wat heeft Rutte nu gedaan? Ja, nu gaat het opeens heel snel, de afbouw van de hypotheekrente aftrek. Je moet die hobbel over, je moet ermee beginnen. Ja. Je ziet dus dat nu in de ambtenaren, die hebben dus de opdracht gekregen van de Kamer. We hebben al die toeslagen, daar willen we vanaf. Bedenk maar een alternatief systeem. Nou, dat is dus niet zo makkelijk. Je begint in te zien op ambtelijk niveau. Dat moet je dus integreren met het belastingssysteem. Je kan niet gewoon de toeslagen afschaffen, mensen 12 miljard afpakken en niks teruggeven. Dat kan niet. Dus je moet dat op een andere manier gaan vormgeven. Je hebt nu het rare systeem. Als je weinig verdient, heb je veel toeslagen. En er staat niet genoeg belasting tegenover. Krijg je dat dus niet. Dus mensen hebben recht op toeslagen, maar krijgen het niet uitgekeerd. Kun je dat iets meer uitleggen? Ik zal hem niet helemaal. Ja, als jij ongeveer het minimumloon verdient, of ongeveer, dan kan je er bovenop allerlei aftrekken krijgen. Bijvoorbeeld voor heffingskortingen, et cetera. Nou, maar die krijg je niet uitgekeerd als je geen belasting, niet genoeg belasting betaalt. Oh, op die manier, ja. In de rapport dat Rob het gestuurd heeft naar de Kamer staat die voorbeeld dat het om tienduizenden mensen gaat aan de onderkant dus.
die recht hebben op geld, maar niet krijgen omdat het zo ingericht hebben. Nou, als het aan de bovenkant was, dan was het al lang gericht. Ja, inderdaad, want die staan natuurlijk het dichtst bij, die regelen het wel. Dus die basisinkomen die zorgt ervoor dat mensen vrij zijn van de stress van armoede. En daardoor meer ruimte hebben om 1. Zichzelf te ontwikkelen. 2. Ondernemer te zijn. 3. Meer vrijwilligerswerk te doen en dergelijke. Het is te betalen in Nederland. We komen eigenlijk maar 10 miljard tekort. Als ik het even plat moet slaan. En uit de onderzoeken of experimenten die uitgevoerd worden, komen er niet echt negatieve resultaten uit. Zeker niet als het gaat om hoe het geld besteed wordt. Het geld wordt over het algemeen verantwoordelijk besteed, als ik het zo mag noemen. Is dat een beetje een samenvatting van het geheel? Ja, ik zeg altijd, basisinkomen zijn 2 dingen. Vrijheid om je eigen leven in te richten, dat is heel belangrijk. Niet afhankelijk van de uitkeringsgevangenis die we nu hebben. Maar het is ook zekerheid, bestaanszekerheid. We hebben 2 miljoen mensen, 3 miljoen mensen, ZZP'ers en flexwerkers. Die hebben heel wisselende inkomsten. Nou, voor hun is die basisinkomen een zekerheid. Omdat ze dat gecombineerd met die wisselende inkomsten wel een fatsoenlijk leven kunnen leiden. En voor de mensen met vast werk is het ook belangrijk. Want die krijgen een alternatief. Als zij rot werk hebben, zullen ze eerder geneigd zijn om te stoppen met dat werk en wat anders te gaan zoeken. Dat doen ze nu niet, want de huur moet betaald worden, de hypotheek moet betaald worden en ze blijven maar doorhobbelen, terwijl ze hun eigen werk soms helemaal niet zinvol vinden. En volgens hun eigen zeggen is 1/5 van de Nederlandse mensen met vast werk van hun eigen werk totaal overbodig en zinloos. Ja, heel veel werk wat er gedaan wordt is zinloos. En ik ken mensen die 5 dagen op kantoor zitten die het werk in 3 dagen al voor elkaar kunnen krijgen. Ja, maar je moet gewoon die 40 uur vol krijgen, want dat staat in je contract. Dus je bent er maar van 9 tot 5. Verschrikkelijk. Dat is toch waanzinnig. Zijn er mogelijke valkuilen voor het basisinkomen? Valkuilen. Nou ja, wat we niet weten, als de hele maatschappij, een beperkte groep als een Indianenstam, maar de hele maatschappij in Nederland dat basisinkomen krijgt, wat dat precies gaat doen met die arbeidsmarkt. Dat is een reden om te zeggen, we gaan het niet in 1 klap invoeren, maar we gaan het langzaam en gedeeltelijk invoeren om te zien wat die effecten zijn op de arbeidsmarkt. Ik denk dat het positieve effecten zullen zijn. Andere mensen denken dat het negatieve effecten zullen zijn. Nou, dat kunnen we alleen maar achterkomen als we dat geleidelijk gaan invoeren. Ja. Dus niet in 1 klap iedereen 1000 euro of zo. Nee, we beginnen met tussenstappen. Zodat die arbeidsmarkt niet in 1 keer een klap gaat krijgen, mocht hij het gaan krijgen. Precies. Ja. Hoe ver zou je zeggen dat jullie zijn in dit te bewerkstelligen? Of in ieder geval, het lobbywerk, ik ga ervan uit. Sorry, kun je vragen? Hoe ver denken jullie? Vraag even herhalen. Ja, hoe ver denk je dat jullie zijn in dit geheel voor elkaar krijgen? Wat zijn de uitdagingen waar jullie nog voor staan? Nou ja, ik denk dat we nu een goede kans hebben. Finland, Canada, Nederland, dat zijn die landen waar ze de discussie al 30 jaar lang hebben over het basisinkomen, waar er nu draagvlak begint te komen om echt die kant uit te gaan. Maar het hangt altijd van de politiek af. Hè? In Finland waren er 2 partijen voor, 2 partijen tegen. En toen werd toch maar weer besloten tot een nieuw experiment in plaats van invoeren. Ja, maar wat ik dus, voor welke uitdaging staan jullie nog? Zeg maar, waar zeggen mensen nog tegen nee op? Ik neem aan dat jullie veel praten met de politiek, met politieke partijen. Waar zijn ze nog niet van overtuigd? Nou ja, de grootste hobbel zijn bij de PvdA en het CDA. Samen goed voor 20% van het electoraat. Maar waarschijnlijk wel nodig om de meerderheid te vormen. Dus die zullen ook mee moeten doen. Daar zie ik nog wel een uitdaging. Ja, en zij zitten vooral op het ideologische vlak waarom ze niet voor het basisinkomen zijn.
Als ik ja, maar goed, als het CPB nou gaat rekenen voor D66 en voor GroenLinks, dan gaat het verhaal dat het niet te financieren is, gaat er een beetje af. Ja, en als de CDA en PvdA zeggen, ja, maar we willen ook een basisbaan. Nou, dan geven we gewoon 4 miljard extra en dan kunnen 100.000 mensen een basisbaan krijgen. En koffie gaan zetten in bejaardentehuizen of een conciërge spelen op school. Nou, als ze daar gelukkig van worden, dan moet dat maar. Maar dat is geen oplossing voor die miljoenen mensen die met die armoedeval te maken hebben. Ja. Oké. Ik ben op het punt beland dat ik eigenlijk geen vragen meer heb. Dat gebeurt altijd op een gegeven moment in een gesprek waarvan ik denk, ik denk dat we alle punten wel besproken hebben. Zeker de punten die ik belangrijk vond. Zijn er nog dingen die ik gemist heb? Zijn er nog belangrijke punten die ik had moeten benoemen dat ik niet gedaan heb? Of wat je nog zou graag willen, wat jij graag dan zou willen benoemen? Nou, ik vind het dus enorm interessant om te zien. Ik ben nou 35 jaar met dat onderwerp bezig. En de eerste 30 jaar was het alleen maar een discussie bij academici. Althans wereldwijd. In Nederland, Finland en Canada was er wel een discussie om met alle mensen. Maar nu is het de discussie met academici, activisten en politici. Het is echt een enorme discussie geworden. En ook als je kijkt naar Google Trends of zo, dan zie je tot 2014 is het ongeveer plat. En dan krijg je een enorme golf van belangstelling. Het referendum in Zwitserland, de proef in Finland. En nu weer de campagne van Yang in Amerika. Een enorme opleving van de belangstelling. En eigenlijk in alle landen. Dat is wel het meest verrassende. Dus niet alleen in Nederland. Nee, het speelt ook in België en in Frankrijk. En ja, wat je nu ziet, Spanje gaat gewoon bijstand invoeren. Alleen ze noemen het basisinkomen. Italië heeft hetzelfde gedaan. Die noemen het burgerinkomen, maar het is gewoon basisinkomen. Mm. In Korea, een land waar wij weinig over lezen, heeft de provinciale regering rondom Seoul veel mensen gezegd, wij gaan beginnen met een basisinkomen. Alle 24-jarigen krijgen 1 jaar lang een basisinkomen. Nee, dat mocht niet van de centrale regering. Ja, de provincie ging dat gewoon zelf betalen. Toen is de gouverneur 11 dagen in hongerstaking geweest. En toen mocht het wel van de centrale regering. Zo, en die doen ze het gewoon. Sorry? Hij was toegewijd. Ja, en dat is dus een linkse partij. En die hebben dat gewoon doorgevoerd. Alle 24-jarigen in Seoul krijgen 1 jaar lang een basisinkomen. Oké. Het is interessant. Ik ben benieuwd waar het zich heen gaat ontwikkelen. En of een basisinkomen er daadwerkelijk gaat komen. En ik ben ook heel erg benieuwd naar wat voor effect het gaat hebben op de wereld. Want we gaan dan denk ik voor het eerst in de geschiedenis de mogelijkheid om te overleven loskoppelen van de noodzaak om te werken. En dat is interessant. Ja, daar komt het op neer. Het wordt losgekoppeld. Hè? Het is nog steeds zo. Het is alleen maar een bescheiden bedrag om van te leven. Als je iets meer wil, zul je toch echt betaald moeten werken. Ja. Dat blijft. Nou ja, maar ik denk dat er een handjevol mensen zijn die wel een manier kunnen vinden om op 600 euro per maand te overleven. Minimalisten en dergelijke. Maar dat is natuurlijk ook interessant. Hoe mensen dan hun leven gaan aanpassen om met zo min mogelijk te kunnen overleven. Dat vind ik ook wel interessant, kijken wat er dan gebeurt. Ja, het minimalisme. Dat is een discussie van een ander onderwerp. Ja. Ander podcast. Inderdaad. Alexander, ik wil je bedanken voor je tijd. En ik wens je veel succes met de politiek in Nederland over te halen om die basisinkomen eindelijk te gaan invoeren.